Foodtour is voor de 9e keer al hier in Kuik, in Land van Kuik. Er zijn 4 verschillende routes met 40 verschillende hapjes. Men kan kiezen. En dat het populair is, dat hadden we al gezien bij de verkoop. Binnen 2 minuten waren alle 1000 kaarten verkocht. Sterker nog, er kwam nog een 4e kaart bij. En ook die was binnen 1 minuut uitverkocht. Dus hoe populair kun je dat maken? Terwijl het begon als een leerproject 9 jaar geleden op het Willem I College hier in Land van Kuik. De blauwe route. En als ik zeg blauw, dan denk ik aan water. Als ik aan water denk, denk aan Evive, aan het water. Want in Kuik hebben we natuurlijk ook hele mooie restaurants in heel Land van Kuik. Maar de mooiste is natuurlijk aan het water. Wat gaan jullie vandaag uitbrengen? Uitdelen aan de gasten? We hebben een heerlijke bastonje parfait en een rood fruit parfait vandaag. En ja, onze locatie is inderdaad heel top. Maar ons eten is ook inderdaad heel erg lekker. Dus ja, we hopen daarmee de gasten blij te maken. We zijn hier voor de 3e keer en ja, we willen nog wel vaker komen. Heel gezellig hier. Want waarom doet u nu mee voor de 3e keer? Waarom wilt u graag die route lopen? Ja, we willen gewoon wat hapjes proeven en de gezelligheid. Het is gewoon echt heel druk hier. Ja. Want ik denk toch wel dat Foodtour nu wel toch eigenlijk op de kaart staat in Land van Kuik, hè? Zeer zeker. Ja, echt wel. Ja, je moet je echt aan meedoen. Nu hebben we 4 verschillende routes. Ik zie dat u rood heeft gekozen. Wat is de reden dat u rood heeft gekozen? Nou, we hebben via onze groepsapp hebben wij de link gestuurd van welke kaarten daar waren. En ja, de meeste kwamen toch uit op rood. Rood of groen was het. Dus, ja. Nou, ga lekker genieten. En beter een rode kaart hier met Foodtour als een rode kaart op het voetbalveld. Ja, precies. Ja, nee, we gaan genieten. Dank je wel. Dank u wel. Wat ik al eerder zei, een rode kaart heb ik liever niet op voetbalveld, maar zeker wel bij Foodtour. Want bij Foodtour heb je onder andere bij Kaasjevoer een lekker antipasta plankje, waar je heerlijk van kunt genieten. Van ja, lekker worstje, een olijfje en natuurlijk lekkere kaas. Wat wil je nog meer? Ja, als ik aan Foodtour denk, denk ik aan lekker eten. Maar ik verwacht niet dat een makelaar ook met eten gaat komen. En wat voor eten? Ze hebben vegetarische kip en gewone kip. En het mooiste is bij Mark, hij geeft zelfs een huis weg. Hoe dat zit? Heel simpel, dat gaan we aan hem vragen. Mark, een huis weggeven in deze tijd. Hoe? Nou, dit is perfect voor de kinderen. Het is een kartonnen speelhuis, grachtenpand. En je moet de kinderen toch een setje meegeven in deze tijd. Dus daar hebben we wat leuks op bedacht. Dus iedereen die mag 4 leuke vragen invullen. En de winnaar die gaan we loten. Die krijgt een huis. De groene kaart, ofwel de groene route. En als ik aan groen denk, denk ik aan duurzaam, maar ook aan vegetarisch. En laat nou net hier een steentje staan van de vegetarische kok. Wat gaan jullie de gasten van Foodtour vandaag voorschotelen? Ik heb vandaag echt een feestelijke taart. Dat is de Surinaamse broodtaart. Gemaakt van brood, melk, boter en lekkere smaken van vanille. Dus heel lekker. Wat ik al net al zei, als ik aan de zomer denk, dan denk ik aan ijs. Maar naast de zomer denk ik vooral aan barbecue. Hoewel het barbecue volgens mij het hele jaar door kan. Maar dan gaan we deze jongens even vragen. Want het klopt toch, hè? Barbecue kun je toch het hele jaar? Hele jaar. Zomerbarbecue, winterbarbecue, tegenwoordig alle seizoenen barbecuen. En ze hebben natuurlijk 2 verschillende soorten hapjes hier ook. Kun je ons kijk eens even uitleggen wat jullie vandaag gaan serveren hier op Foodtour? Wij hebben vandaag Iberico pulled pork met ingelegde zoete uitjes. Supermals vlees. Dus we hebben daar een pulled pork van gemaakt. We hebben het straks helemaal uit elkaar gehaald. Supermals, dus heel lekker. Wow, ik voel me weer terug. Wat ik al zei, ik ben net bij de toppers geweest. Een tropical. En kijk hier eens, in de Schouwburg. Tropische cocktails. Wat wil je nog meer? Nou, ik zeg proost. En ik ga nog even lekkertjes de afterparty doen. Hier in de Schouwburg. We hebben natuurlijk heel veel water in het Land van Kuik. Ja, en als ik aan water denk, denk ik aan feest, barbecue, strand. Maar denk ook aan boten. Ofwel ook het boothuis. En ook het boothuis is vertegenwoordigd hier tijdens de Foodtour. En wat voor hapjes ga jij vandaag de gasten voorschotelen? We gaan een lekker mediterraans kabeljauwtaartje voorschotelen.
Ja. Denk aan de kies, klopt dat? Ja, dat komt aardig in de buurt. Ja. Dus we hebben afgegarneerd met een mediterraanse mayonaise, een olijfje, zo'n tomaatje. En zo om lekker een beetje in de mediterrane terecht te komen. Als ik aan Land van Kuik denk, denk ik aan Homburg. En denk ik aan Homburg, dan denk ik maar aan één ding. Hele lekkere hamburgers. En laten we die nou op foodtour ook weer hebben. Hoi. Dat je lekker een rode roet aan het lopen bent, ja. En een lekker hamburgertje van Homburg. Ja, hoe Kuik ze weet, hoe meer het Land van Kuik. Waarom doe je mee eigenlijk met foodtour? Waarom loop je hem? Nou ja, goed, weet je, het is natuurlijk super gezellig hier in Kuik. En alles lekker even proeven, overal even langs. Nieuwe tentjes leren kennen, nieuw eten leren kennen. Dat is juist het leukste. Nou, ga lekker genieten van je hamburger en van je groepje en maak er een mooie dag van, zou ik zeggen. Dankjewel, jullie ook succes, hè? Dankjewel. Bij foodtour denk je aan lekker eten, maar niet aan lekker eten. Ik denk dan ook aan een lekker wijntje, rozeetje. En hier bij smaak zit ik nu lekker aan de rosé. Want ja, ook de keel moet natuurlijk gesmeerd worden. Ik zeg proost. Is alles leuk? Heb je ook naar je zin? Heb je al iets gegeten? Heb je een koekje op? Koekje? Ja, dan ga je mooi zitten. Houd de microfoon. Ja, nog even een koekje hoor. Heen zijn dingen het waar op de fiets weg geweest. Die hebben we nog gezien. Mooi bezig. Nee, dat heb ik niet. Hé, Bella. We zijn hier een half jaar al mee bezig geweest. Dus er komt veel bij kijken, veel partners, maar al met al een hele leuke ervaring. Ook het goede doel is er dit jaar weer erbij betrokken. De voedselbank. Waarom de voedselbank? Ja, we hebben gekozen voor de voedselbank omdat het natuurlijk in het thema staat van voedsel. Het is een foodtour. Dus daarvoor hebben we voor de mensen die het iets lastig hebben, hebben we dus de voedselbank gekozen. Ja, heel mooi project. En oh, wat ging het hard met die kaartverkoop. Er komt zelfs een vierde route bij. Wat voor gevoel geeft dat voor jullie dat het zo populair is hier in het Land van Kuik? Nou, we hadden natuurlijk op het begin 1000 kaarten beschikbaar. En dat was binnen 2,5 uur verkocht. Trok meer partners aan waardoor we een vierde route kunnen gaan starten. En die kaarten waren binnen een minuut uitverkocht. En dat was echt indrukwekkend. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt bij de foodtour. En ja, hoe is dat eigenlijk voor jullie om dat zeg maar te organiseren? Want ik denk, ja, voor de 9e keer, ik pak het draaiboek van vorig jaar erbij en ik ben klaar. Ja, we willen natuurlijk wel gewoon ieder jaar wat nieuws bedenken. Dus, en er gaan ook bedrijven weer die niet meer mee willen doen of niet meer mee kunnen doen omdat ze failliet zijn gegaan. Dus we moeten ook nieuwe bedrijven gaan binnenhalen. Dus je komt zo in contact met iedereen. Dus. Was dat makkelijk om bedrijven binnen te halen of stonden ze gewoon te dringen van ik wil meedoen, ik wil meedoen? Nee. Nou ja, sommige bedrijven natuurlijk wel. Bepaalde partners die zijn er al sinds het begin bij. En die doen eigenlijk ook elk jaar gewoon mee. Maar bepaalde bedrijven zijn nieuw of kennen het nog niet. Waardoor we echt weer het gesprek aan moeten gaan. En door die vierde route was het voor ons wel een uitdaging om in die 2 weken nog 10 extra partners binnen te halen. Dus we zijn echt 2 weken lang, iedereen is gaan bellen, gaan rondkijken en gesprekken aangegaan. Dus het was wel een uitdaging. We hebben 4 mooie routes gelopen. En iedereen heeft genoten van een geweldige foodtour onder prachtige omstandigheden. Geweldig weer. Gelukkig is het droog gebleven. En we zeggen gewoon tot volgend jaar. Tot foodtour!